Hoi, super fijn dat je erbij bent. Diversity Day 2020. Een dag om te vieren dat iedereen anders is. En dat vieren we omdat het niet vanzelfsprekend is. Maar juist die verschillen tussen mensen, dat maakt de samenleving zo kleurrijk. Zeg maar een mozaïek dat bestaat uit unieke, bijzondere en prachtige mensen. En daar hoor jij bij. In dit filmpje een interview met Hanna. Hanna studeert aan de opleiding mode in Groningen. En vanuit haar ervaringen praat ze met ons over diversiteit. Ik zeg vaak van, ik ben gewoon Hanna en ik zeg niet, ik ben non-binair. Nee. Dat zeg ik vaak zelf. Kun je daar iets over vertellen? Mijn vriend, waar ik een relatie mee heb, is zelf trans. Hij identificeert niet zich met man of vrouw, maar wel met non-binair, maar zit wel aan de hormonen. En dat is eigenlijk de meeste vriendenkring waar ik in zit. Mijn vriendenkring is vooral non-binair. En sommige van mijn vrienden zitten wel aan hormonen en sommige niet. En als je dan hebt over non-binair, wat betekent dat precies? Je kan het neerzetten als ik zit tussen man en vrouw in. Maar het kan ook zijn van, ik ben helemaal geen man of vrouw. Ik ben eigenlijk gewoon mezelf. Ja, ontdekt je op een gegeven moment van, hey, ik voel me zoals ik me nu voel. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Mijn eerste vriendin die ik gehad heb, toen was ik denk ik 12, 13. En toen kwam ik iemand tegen op school en die vond ik heel erg leuk. Dat is nu mijn ex. Toen heb ik een keer afgesproken, toen was ik tegen mijn moeder van, ja, ik vind haar eigenlijk meer leuk dan alleen vrienden. En dat ging eigenlijk heel natuurlijk en het was ook niet dat ik zenuwachtig was. Ik had niet door dat ik eigenlijk uit de kast kwam voor iets dat, want mijn ouders zijn eigenlijk heel erg van, je houdt van wie je houdt en het maakt niet uit welk geslacht. Dus van mijn ex nu is net een aantal weken aan de hormonen. Hij identificeert zich met man, dus het is eigenlijk, toen onze relatie nog bezig was, is het eigenlijk van vriendin naar vriend gegaan. Ja. En uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan, maar hij is nog steeds een hele goede vriend van mij. Ja. En je vertelt het alsof het echt de normaalste zaak van de wereld is. En voor jou is het ook zo. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn voor wie dat misschien wat minder normaal is. Heb je daar ook ervaring mee? Ik vind het wel spannend om te vertellen, vooral aan ouderen. Ja. Vooral, mijn opa en oma weten er eigenlijk ook niks van. Verder. Maar toch ben je altijd blij wie je bent. Dus ik ben gewoon van, als je bent wie je bent, dan ben je blij. En dat gaat er niet om wie je bent, als je maar blij bent. Waar liggen jouw zorgen als het gaat over diversiteit? Mensen willen graag vaak een onderscheid hebben in man of vrouw. Dus van, wat er in je broek zit, dat ben je. En daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat vind ik vervelend vaak. Wat mensen willen vaak een duidelijkheid hebben in. Dat vinden ze vaak heel belangrijk. Dat hoor ik veel, dat wel. Dus de ontwikkelingen als het gaat over genderneutraal, dat is iets wat jij alleen maar toejuicht? Ja. En waar je heel blij mee bent? Ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Zou je ons als kijkers ook iets willen meegeven? Een positieve boodschap over hoe we diversiteit kunnen vieren of kunnen omarmen? Ja, ik denk dat je dat vooral heel erg met jezelf ook moet doen. Want als je jezelf niet accepteert, ja, dan vind je natuurlijk de mening van anderen vaak ook moeilijker. En ik ben juist ook niet bezig met de negatieve reacties, omdat ik daar ook niet mee bezig wil zijn. Want anders word ik daar eigenlijk alleen maar naar van, eigenlijk. Dus ik ben vooral, hoe vier je dat? Met jezelf. Je viert dat met jezelf. Dat je blij bent met wie je bent, dat vier je. Dat is een hele stap. Dat moet je ook wel kunnen en willen. Dus dat is ook wel moeilijk. Het is niet dat je dat opeens doet natuurlijk.